In het nieuws hoor je altijd veel over de Eerste en de Tweede Kamer. Maar wat doen die nu eigenlijk precies? Welke rechten hebben ze? Daar zullen we eens even naar gaan kijken. En dan staan we eerst voor even stil bij het feit dat Nederland een parlementaire democratie is. En het parlement, dat is de volksvertegenwoordiging. De mensen die er namens de burgers zitten. En in Nederland zijn dat dus de Eerste en de Tweede Kamer. Zij vertegenwoordigen de wil van de Nederlandse bevolking in het bestuur. En ja, ze hebben eigenlijk uh, twee taken. Ten eerste moeten zij de uitvoerende macht, de regering, controleren op de uitvoer van de wetten. Hè. Doen ze dat nu eigenlijk wel goed? En de tweede taak uh, hoort bij uh, de wetgevende macht, die uh, de Eerste en de Tweede Kamer ook zijn. Want ze moeten zorgen dat er goede wetten en regels worden ingevoerd in Nederland. En om die taken zo goed mogelijk te kunnen doen, hebben de Eerste en de Tweede Kamer allemaal rechten. En er zijn een paar rechten die de Eerste en de Tweede Kamer allebei hebben. En daar zullen we eerst eens even naar gaan kijken. Ten eerste hebben de Eerste en de Tweede Kamer het recht van budget. En het budget het heeft met geld te maken. Oftewel het recht om de uitgaven en de inkomsten van de staat te controleren. En ook ieder jaar de begroting die er moet worden gemaakt. Waar gaan we ons geld aan uitgeven om die goed of af te keuren. Het recht van interpellatie, dat betekent dat een minister dat die, uh, naar uh, de eerste of de tweede kamer kan worden geroepen. En dan mag je daar ondervraagd worden over een bepaald besluit dat er is genomen of over een uitspraak die die minister heeft gedaan. En dan wordt hij eigenlijk min of meer op het matje geroepen. Nou, kom het maar eens even uitleggen, vriend of vriendin, waarom je dit of dat gedaan hebt, of dit of dat gezegd hebt. Dat is het recht van interpellatie. En het derde recht dat beide kamers hebben, is het recht van enquête. Als er echt iets is misgegaan, hè, er zijn misstanden opgedoken, dan uh, mogen ze een heel grondig onderzoek instellen. Om te kijken wat er precies gebeurd is, wie ervoor verantwoordelijk is geweest, en vooral natuurlijk om te uh, bekijken hoe dat in de toekomst kan worden voorkomen. Oké, okay, dit zijn dus de rechten die allebei de Kamers hebben, en dan zijn er ook nog twee rechten die alleen de Tweede Kamer heeft. En dat zijn het recht van initiatief, en dat betekent dat leden van de Tweede Kamer een wetsvoorstel in mogen dienen. Als ze dus vinden dat er iets moet gebeuren in land, dan mogen zij ervoor een wet indienen. En het andere is het recht van amendement. Als er een wet goedgekeurd moet worden door die Tweede Kamer, dan zouden ze ook kunnen zeggen dat ze een amendement toe willen voegen. En dat betekent dat ze het wetsvoorstel willen wijzigen. Bijvoorbeeld, ja, dit stukje moet er echt even uit. Of dit zou eraan toe moeten worden gevoegd. En dan keuren wij hem wel goed. En alle rechten die we net dus hebben gezien, die zorgen ervoor dat uh, die Eerste en die Tweede Kamer dat parlement haar taken zo goed mogelijk kan uitvoeren.